de Belgische beroepswielersport. Phil Anderson. Een vechtjas, maar nu toch ook afwachtend. Patrick Versluis is er ook nog bij, maar die kijkt gewoon de kat uit de boom. Levert zeker geen hand- en spandiensten voor de mannen van de Kouwer. U weet dat beide ploegen afhangen van één en dezelfde VZW, waarvan François Lambert de voorzitter is. De man die tal van sponsors heeft samengebracht, zodat hij uiteindelijk met twee ploegen van start kon gaan. En Nulus gereed om af te stoppen. Met Talen ook. Cor van Rijen. Versluis in het spoor van Anderson. Te weinig slagkracht. Tenzij de wind echt zo tekeer gaat. En dat zou wel kunnen, alleszins aan de aankomst is dat hier het geval. Dat die twee koplopers teruggewaaid worden in het peloton. Maar hier zit er weinig schot in. Maar 50 kilometer voorop rijden met z'n tweeën tegen die wind. Het is geen gemakkelijke opgave. En misschien verzwakken de twee koprijders naar het einde toe. Een groep dus van zo'n 35 renners ongeveer. Nog altijd in achtervolging op Piper en Bontempi. De groep die u daar ziet rijden trouwens in het centrum van Avelgem. Precies daar waar het bord staat dat de laatste 20 kilometer aangeeft. En de achterstand van deze groep op Bontempi. Piper bedraagt 1 minuut en 35 seconden. Op precies dus 20 kilometer van de aankomst in het centrum van Avelgem. En in die groep zitten dus onder meer Nulens, Henderson, De Wilde, Van der Aarden, Eddy Plankaert, Redant, Frison, Liekens, Harings, Verhoeven, Talen, Leali, Museu, Nijdam, Colijn, Scharmin, Van de Vijver, Rossignoli, Paul Verschuren, Hanegraaf, Jan Wijnands, Mathieu Hermans, Versluis, Kokuit, Goesens, Hoste, Ludo Peters, Dirk de Mol en wellicht vergeten we er nog een paar. Genoeg talent alleszins om er iets aan te doen. Ja, het zou wel eens kunnen dat Walter Plankaert heeft gegokt en verloren. En we schuiven nu naar voren met de helikopter. Ginder die kolonne volgwagens. Daar rijden de twee koplopers voor. Die op weg zijn naar de laatste helling. De Keiberg. Op 14 kilometer van Harelbeke.
En we willen nu wel eens zien of Piper nog altijd meewerkt, goed meewerkt, half meewerkt. Daar zijn ze met z'n tweeën. Bontempi op kop. Maar Piper lost af. Het is lastig, gaat recht op de trappen staan. Veel wind. Bontempi ook even recht op de pedalen. Het ontspant de rugspieren even. Die worden zwaar op de proef gesteld wanneer men zo'n finale moet rijden met een erg grote versnelling. Kijkt u maar, de allergrootste. Prima. Zij houden de stand. Het loopt volledig gesmeerd. Bontempi misschien wel iets langer op kop. Ja, de Vlaamse wedstrijder liggen Guido Bontempi. Zijn eerste zegevierende verschijning hier enkele jaren geleden maakte nogal ophef. Dat was die incidentrijke sprint met Plankaert van der Aarden in Gent-Wevelgem. Daar werd heel veel kabaal over gemaakt door de twee Belgische kemphaantjes van der Aarden en Plankaert. Zij beweerden dat ze gehinderd werden door Bontempi. Maar de samenwerking tussen Van der Aarden en Plankaert verliep ook niet vlekkeloos toen. Er was ook wel wat op aan te merken. En nu komt Walter Plankaert een nieuw bevel geven, maar hij praat kennelijk ook met Bontempi eerst. Is hij nu tot het inzicht gekomen dat de wedstrijd gereden is? Dat het hier zal moeten uitgevochten worden? Of mag Piper nu niet langer op kop rijden? We gaan het dadelijk zien. Nee. Piper mag blijven meewerken. Het zou een prachtig verjaardagscadeau zijn voor Alan Piper als hij hier kon winnen. Eergisteren is hij 28 geworden. Vandaag is Jeff Leekes jarig, 29 wordt hij. We hebben hem wel een paar keer in de groep gezien, Jeff Leekes. Maar hij is kennelijk nog niet in topvorm. En Piper blijft dus mee doorgaan. Het zou interessant zijn te vernemen hoe Walter Plankaert er nu over denkt. Of hij nog altijd vindt dat de achtervolgers aan het werk gezet moeten worden. Maar de achtervolgers lopen daar blijkbaar niet in. Ze willen niet rijden met een werkeloos toeziende Van der Aarden die van hun zweet profiteert.
En dan zou het dus wel eens kunnen dat het tussen deze twee zal gaan. En hoe harder Piper hier werkt, hoe minder kans hij heeft tegen de snelle Bontempi in de sprint.